dat er een instantie is die daarboven zou kunnen staan, een beleid ook, dat ze ja. kunnen zeggen van, nu gaan we zo dat ik bij de horens pak en ik zeg van, we kunnen heel weinig minder, kunnen we toch proberen iets van te doen. Hmm. Kunnen jullie bij het terug eventueel nog een initiatief nemen, het zij naar de minister, het zij op een ander niveau? We hebben overleg aan de lijn in kader van een actieplan. En sindsdien hebben we eigenlijk er niks meer van gehoord. Dus het is ook wel mee moeilijk in verbinding. Een bus en trein is niet altijd even gemakkelijk. Ja. En dat heeft de leider ook al eens gezegd, of komt samen met dus, de treinen, ja. dat zij focussen op Sint-Niklaas. Wat dat wel in elk geval duidelijk is, dat is dat het voorstel al een keer gelanceerd geweest is. Bijkomend element is ook nog dat je een draaicirkel daar van een normale plaats van een station, dat je dus voor beide zaken zegt dat je een stapje naar verkeerd, no way. Nu die vraag terug vertrokken van het Hems, de bus 99 die van Hamme komt, dat die passeert van het station en dat dat infrastructuur rond is. Dus die vraag is wel opnieuw gesteld, maar ik kan me niet voorstellen dat het agentschap opnieuw nu gaat zeggen van een onderstelling en neem ik vrees er een beetje voor eigenlijk. Dus dat is nog eens een bijkomend element. Waardoor dat de doorstroming van hieruit niet kan vinden. Het is onvoorstelbaar bijna. Het tarief dat je dan nog niet hebt betaald ook, is ook nog niet een vrij duur. Hè. Maar je moet rekenen, je betaalt een busticket, maar dan ga je nog eens een treinticket bij betalen. Met die 2 kilometer die je daar aflegt, betaal je veel meer dan die 2 kilometer die je hier langs de Schelde aflegt. En dat zijn dan toch stappen die ook zouden moeten kunnen. Als het willen met die trein, zouden dat alles in groep moeten kunnen meer overwegen. Nee, toch. Het argument dat de lijn Oost-Vlaanderen heeft, is van kijk, aantallen. We gaan ook een kat in kat moeten noemen in die zaken, want er is meer aan de hand dan dat. Als de lijn in haar onderzoek bepaalde zaken negeert, een uitspraak doet die op niets gestoeld is, en niemand begrijpt dat, ze hebben de cijfers van de kliniek niet willen gebruiken. Ze hebben gezegd, we hebben de cijfers gebruikt van 2010, dus we hebben dat niet van 2020 beschikbaar worden. Ik heb dat gezegd in de directie van de kliniek. Ik zeg, het spijt dat je die doorgestuurd hebt. Wanneer doorgestuurd? Je hebt mij de mail laten zien, want die zijn wel degelijk doorgestuurd. Hmm. Weet je wat ze zeggen? We hebben maar 10 afstappen van de kliniek van wonen. En daarom heeft dat ook geen zin dat we die brief over de schelden trekken. Kun je dat voorstellen? En ik heb gezegd tegen iemand van de lijn, ik zeg, van, we komen niet in patiënten. En die kunnen we van 9 meter komen. Dat is een damas, dat is een gemeenschap van 7000 man. Allee. Geen afstappen van het industrieterrein zeggen, waarom zouden we zo over de schelden trekken? Ah ja, natuurlijk. Mensen van Bornem die gewoon niet met de bus gaan. Of van Puurs gewoon ook niet, of Sint-Amans ook niet. Het zijn alleen die van over het water die eigenlijk in die industrieterrein zouden moeten kunnen gebruiken. Zo'n redenering krijgen we. En dat maak ik dan altijd zo. We hebben de Universiteit van Gent onderzoek gehad en die gaan dus een onderzoek doen. En die zeggen ook van ja, hier is iets aan de hand. Studies opgericht met studenten, die konden dus ook lokaal nog niet komen. En dan is de bedoeling dat wij de proberen om te pakken en te participeren door dan op een app op onze smartphone te zetten of met steekproeven of met enquêtes. Ja. De bewegingen van de mensen wilden dat natuurlijk dan. Waar dat ze naartoe gaan, dat zal anderhalf jaar duren. Dat zal kunnen gebruikt worden. Het zal niet alleen gekeken worden naar de bussen, maar het zal heel breed gaan. Het zal ook gewoon een rol andere vervoersmodi, hoe kunnen we het optimaliseren. Maar dat openbaar vervoer, dat hebben ze wel gemerkt, dat klinkt niet helemaal klaar. 12, 13 en 14 november komen ze naar Arie. En 13 november willen ze contact met de gemeente. Ik zal de vraag stellen aan het onderzoeksteam of dat het mogelijk is om in die zin de gemeente Kruijbeek mee te betrekken. Is dat goed? Ja. Okay. Dat is ook eigenlijk niet onbelangrijk. Hè. Aan de andere kant van de Schelde wordt er wel een beetje op een andere manier mee omgegaan met dat dossier. En we hebben dat gevoel van ja, hier staat een diepvries en er staat een ijskast. Wat zullen we pakken, een diepvries of een ijskast? En dan zien we daar iets passeren van het Scheldelandschap. Van een verslag van de Raad van Bestuur van maart 2014. We selecteren dan die 3 pilootprojecten. En dan spreken ze over de spoorlijnen 52 en 54. Nu, er wordt in Bornem op die manier opgespeeld, zal het zeggen, dat ze zeggen, dat is voor ons het belangrijkste, dat die treinlijnen geoptimaliseerd worden. Maar daarmee is de verbinding over de Schelde nog niet optimaal. En is mijn vraag van, als jullie in het Scheldelandschapspark samen zitten, om toch rond die busverbinding, nog wel even de aandacht te gaan. Ja,
controleren dat ze eigenlijk middelen zoeken ook wel. En ze willen toch wel wat breder trekken. Het gaat zowel over bus, trein als personenvervoer te wagen. Ze willen wel wat algemeen trekken, maar specifiek rond dit dossier is dat in de lijn 52. En 54, dat wil zeggen de lijn Sint-Niklaas-Mechelen. En de lijn Puurs-Boom-Antwerpen. Als men daar alleen mee verder gaat, dan weten we dat het over jaren weg. Want eerst en vooral als je daar de infrastructuur moet gaan oppassen, dat gewoon smakken geld kosten. Dus dat voor ons is dan die Fries. Die moeten ook eigenlijk geld kunnen krijgen om iets te realiseren. Volgens mij is dat een lege doos gewoon in het Schende Landschapspark, heb ik het gevoel. Maar dan is het nog her. Ja. Kunnen wij de minister van Mobiliteit aanspreken? Dan zeg ik waar inderdaad de nodige aandacht aan besteedt. Dat we aan de partij zijn voor de realiteit. Nee, dat die voorstellen op zijn minst onderzocht worden en als het kan toegepast. Hè. Ja. Dat zou ik kunnen formaliseren. Dus kunnen we formuleren, naar ten aanzien van. Dat zou fantastisch zijn, mocht het dat willen doen. Als je hetgeen dat je zo schoon verteld hebt kunt bezorgen, kunnen we dat op basis van. Dat is geen probleem, want ik heb het vanmorgen nog allemaal in een PowerPoint gezet, dus dat allemaal klaar. Ik kan het u bezorgen. Ja. Geen probleem. Maar dan mogen wij het onderzoeksteam ook voorstellen dat ze Kruijbeke uitnodigen. Hè? Ja. Want die mensen, ik weet niet wat jullie ervan vonden, want bijna iedereen was op die vergadering. Wat vonden jullie ervan? Die wilden echt wel. Ik had de indruk dat die professor dat echt wel serieus meent. We hebben er trouwens een interview mee gehad. En die zei ook: we gaan proberen hier iets aan te doen. Hij zegt het dus letterlijk in dat interview. Ik hoorde dat wel aan de madameke dat die blijkbaar gezegd: hier is hier iets aan de hand. Maar als we dan op de markt komen, dan zeggen we, hoe lang zijn we dat al mee bezig? Ja, er komt er niks van. En de politiek, en de politiek dit en de politiek dat. Zeg, maar we moeten blijven proberen, we moeten de politici proberen overtuigen. Mm-hmm. En dat is onze rol, denk ik, als burgerbeweging, dat we dat wat moeten doen. Maar ik denk dat nu terug opnieuw zo moeten kunnen beginnen bij de gemeentebestuur. Dus dat is onze verzuchting eigenlijk. Maar je wordt er wel moe van, nu. Je wordt er echt moe van. Ja. Maar ja, ik ga er wel aan toevoegen dat we eigenlijk super content zijn de manier waarop dat jullie tot op vandaag, en dat is niet geen vleierij, maar de manier waarop dat jullie tot op vandaag het ook altijd al gesteund hebben of proberen steunen, want je zit ook soms vastgelopen, je loopt ook soms op een muur. Hey, ik moet het hier allemaal niet vertellen. Dus we zijn er ook super content van en dat is ook in de werkgroep goed bekend. Hè. Dus Sint-Amans en Borne, alle politieke partijen, meerderheid, oppositie. En geen politiek debat. Of geen politiek die erin zit, maar gewoon maar probeer nu allemaal samen een keer aan die kaart te trekken. Ja. En wat dat ze moeten het gewoon absorberen morgenavond. En dan moeten ze maar zien wat ze mee doen. Hè. Trouwens, straks met een actie aan de boek zal de directie van het Link erbij zijn. Maar die zeggen ook van, we krijgen hier bij de ombudsdienst zoveel mensen binnen die dus met de tranen in de ogen staan. Hè. Mensen van Kruijbeke ook. Hè. En die geraken er niet. Hè. Ik stond zelf aan de balie onlangs, echt waar, want ik moest er binnen zijn voor een onderzoek. Ik stond aan de balie en ik hoorde met een vrouw aan de receptionist. Ik heb de rustige fonds nog gezegd: mevrouw, we hebben misschien een taxibaan tot dan de volgende halt over de brug. Echte waarheid, hè? Echte waarheid. Het zijn dan toch wel schrijnende toestanden, hè? Zeg, dan krijg je geen auto. Dat heb ik er niet intens geschoten. Daaronder voert ze bijna altijd naar Bonn. Ja, maar daar zit dat niet, omdat wij een fiets zitten naar Bonn hebben gevoerd worden. Want als jullie ons erop gevangen hebben, was ook zo'n actie, dat was dan meer gericht voor de werknemers. Dan zegt die planmanager daar van Schulman Plastic, die zegt gewoon 35% in mijn bedrijf en zijn maar weken zegt dat trek dat maar door voor van het gebied, die komen van deze kant allemaal. Van het opstand zegt die 35%. Dus die zijn verplicht om met een auto. Dat hebben we trouwens zelf betaald, hè, weet ik. Dus dat is wel een pak in zich. En van bij ons ook van in Bornem uit ook weer mensen die de auto pakken en zo dat ook in Verhoeven. Het doorsturen naar de minister en naar de lijn van Vlaanderen ook doorsturen. Dat is prima. Ja. Ja. Ik heb inderdaad wel gevonden dat ze het wel. Onze lijn Oost-Vlaanderen werkt heel positief mee. En het rapport van de gebiedsevaluatie, dus tot duidelijk in, het is wenselijk dat er busverbindingen zijn om die deelgemeenten met elkaar te verbinden. Dat is tot er wel, hè. Maar dat komt van Oost-Vlaanderen. Ja. Oké, okay. Je zegt het zeer goed. En nu ga je met missen over de brug. Ik hoop dat we niet missen. Ja. Ja, natuurlijk een schone dag om over de brug te gaan met de missen. Ah, ja.